zijn hier bij het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media in Amsterdam. In opdracht van Basics hebben wij hier de vliesgevels en de aluminium elementengevel. Ongeveer 4000 vierkante meter vliesgevel en 7200 vierkante meter elementengevel. Nou, de bijzonderheid zit hem onder andere in de houtconstructie. Het gebouw is het grootste houthybride gebouw van Europa. We hebben hier te maken niet met een reguliere prefab constructie of een staalconstructie, maar eigenlijk alles is van hout. De vloeren zijn van hout, de balken zijn van hout. Daar hebben wij dus onze engineering op aangepast. We hebben een stalen vloerrand gemaakt die op de houtconstructie geschroefd wordt, waar wij onze elementen aan vastmaken. Alles hebben we in 3D in BIM gemodelleerd. En vanuit daaruit hebben wij dus de 2D-tekenwerk gemaakt voor de productie aan te sturen. Samenwerking verloopt nu bijzonder soepel. Basics is zeer tevreden over de manier waarop wij hiermee omgaan. Dat is al begonnen in de engineering. En in dat traject zijn ze ook zeer te spreken over de samenwerking. En het is ook heel belangrijk op deze bouw dat je met alle partijen hier tot een goed einde moet komen. Samenwerking met alle betrokken partijen loopt buitengewoon goed. Vooral omdat we op een veilige manier het project realiseren. Gevelwerkzaamheden lopen voortvarend, de planning wordt gerespecteerd. Nou, dat is buitengewoon een knappe prestatie in deze tijd. Meest trots zijn wij hier op het project over de tijd die ons gegeven is om dit te realiseren. Van het moment dat wij de opdracht hebben gekregen tot hetgeen wat er nu allemaal staat. Het is een heel knap staaltje werkvoorbereiding, engineering en ook in de montage is het bijzonder goed verlopen.